Ik ben als vluchteling hier gekomen. Uitgenodigde vluchteling is dat. Ik was in een vluchtelingkamp in een buurland. En door de Nederlandse overheid heb ik asiel hier gekregen om een nieuw leven op te bouwen. 10 jaar geleden en sindsdien moest ik de taal leren integreren, netwerk opbouwen. En ik ben hier nieuwkomer en mensen zijn dat niet gewend, dus ze zijn heel nieuwsgierig. Dus in de meeste gevallen moet het over mijn verleden gaan en over mij. En persoonlijk snap ik dat, maar ik denk dat het soms overdreven is om elke keer de nadruk te leggen op het feit dat iemand ergens anders vandaan komt. Misschien heeft hij niet om prettige reden dat gedaan. En ook vaak word je op een bepaalde manier bejegend. Soms op een denigrerende manier bejegend. En ook begrijpelijk. Maar het is gewoon dat je op een feestje komt. En je bent een buitenstander. Dat is het gevoel. Je moet vechten voor een goede plek op dat feestje. Weet je wel, wat voor verantwoordelijkheid je op je hals hebt genomen? Dat is toch iets wat daar gebeurt? Dat een kind ook niet zomaar achter kunnen laten. Mijn boek gaat niet over de Nederlandse identiteit. Het gaat over burgerschap en de manier waarop we met elkaar omgaan. In onze verschillen. Dus ik ga primair ervan uit dat er niet één duidelijke identiteit is, maar meerdere Nederlandse identiteiten zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat we niet zoiets hebben als de Nederlander. En dat is een juridische basis, maar het is ook een normatieve basis, omdat we kunnen zeggen, jij hoort erbij. Burgerschap, samenleven, gaat om een keuze. Zijn wij bereid, hebben wij de wil om samen een toekomst op te bouwen? Dat is de zoektocht. En als dat zo is, wat gaan wij inleveren om met de ander samen te leven? Kom op, ze is moe. Anders ik wel. Kan toch in de kamer van Erika? Nee. Er staat gewoon... Nee, dat wil ik niet. Er staat gewoon op bed. Dat wil ik niet. In mijn geval zou het betekenen dat ik mijn Congolese identiteit inlever. Ik ben een Amsterdammer. Ik ben hoog opgeleid. Ik kom uit Congo, ik spreek Nederlands. Al deze hokjes maken mij een bepaalde categorie in de gemondialiseerde wereld. Ik kan verschillende hokjes zien. En wat je dan vaak ziet, is dat mensen te veel kijken naar de nadelen. Zoals, ik word gediscrimineerd, bijvoorbeeld. Het kan, maar ik spreek ook 6 talen. Vooral bij het laatste, ik spreek 6 talen, maar sommige mensen zeggen, ja, je spreekt met een accent. Hoeveel talen spreek jij? Dus dat zijn voor mij zoektochten. Van wie bepaalt in welke hokje ik moet passen? En waarom is dat heilig, een hokje?